Ik ben bang, man. Ik ben echt bang voor Elroy nu. Hoezo? Ik weet niet, man. Jongen, Ik weet niet, man. ik heb hem gisteren Jantje gegeven. Ja, maar hoe speelde hij bij jou? Welke formatie? Nou, hij speelde op de counter, man. Dus ik zal dichtgooien achterin. Ja, ik ga niks dichtgooien. Ik ga domineren. Ja, maar hij speelt op de counter. Je moet achterin opletten, jongen. Je moet achterin opletten. Hij speelt op de counter. Dat is helemaal wat een grapje. Kom maar mee. Had jij eigenlijk het liefst beide teams in deze 4-3-3 formaties te spelen, Juri? Nou, ik vind het juist wel leuk om hij komt gelijk met die counter. Elkaar te zien, want oh nee, dit pakt hij slim. Maar dit pakt hij ook weer dom dat hij hem laat pakken met Vlaar. En hij kreeg een vrije trap voor hem. Wat speel je tegen nu? Ja, ze begonnen net. Twitch. Ja, dat. Nu gaan wij counteren, counter. Tik hem op hem. Tik terug. Jurgensen. Wie weet leven dit een draai in. Leg. Ah. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Zie je. Mooi, mooi, ja. Iedereen wil het uitmaken met Chris. Krijgt hij hem erin? Hoe weet je dat dan? Dat levert gevaar op zo'n schot. Dat zegt ze. Zegt ze tegen jou dat het wel uitmakelijker is voor jou? Ja, hou je best. Nee, niet voor mij. Maar zeg, het is bijna uit. Zeg. Verdediging staat ze in de weg. Ik wil haar niet. Waarom? Jawelle, waarom ga je opeens met mijn ex zo erg goed om? Ja, maar met een moedervlek. Nicolai Jurgensen. Ik heb eraan gelikt. Nou, dat denk ik niet. Oh, dit kan een kans worden. Nou, dat denk ik niet. Op ja, is goed dingen. Hoor. Vraag me aan, wat verstandje heb je allemaal gedaan met Mitchell? Hij kan hem maar zo Wedden ze zegt niet dat ik er heb gelikt. Dat zegt ze sowieso niet. Dat doe ik niet. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Ik heb hem nu echt hoofdpijn. En die jou komt bij hem achterstand. Hou je back. Is wel uit back. Hou je back. Willems. Godverdomme. Loopt tegen die verdediger op. Onderkant lat, kom ik goed weg. Kom op, Mitch. Ja, kom. Niet meer concentreren, man. Ik heb potio. Ja, hou gewoon even je mond, even concentreren. Vrije schop. Kijk uit voor die counters, hè. Waarom denk ik dat ik hem ga rammen? Oh. Lekker mix, gewoon in de pop gooien. Gewoon in de pop. Het was ook wel wat erg ver, hè, vond je niet? Waarom niet gewoon de voorzet? Jij nou. Kut, nee ja. Hij gaat richting doel van de tegenstander. Kom daar de voorsprong aan. Ja, vermeerd, tuurlijk vermeerd. De bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Hij loopt achter me, voor mij. Ja, klopt. Altijd. Dan nu pak ik Vermeer hem pas. Hoi! Kom maar hier. Zo! Als jullie zo die goalen zien, hè, je gaat denken wat de fuck, kwele kop hem nu bij mezelf in. Hij brengt de bal terug in de ploeg in die tackle. Prima gedaan. What the fuck? Goed verdedigd. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Oh, slechte paas. Ja, maar gaat niet goed. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Ah, mooi. Zo'n verdediger schud je niet 1, 2, 3 af. Die inworp wordt heel snel genomen. Jij nou. Eindigt jammerlijk in een doeltrap. Kom. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Net op tijd onderschept. Ja, Mitchell, kan Joël het goed vinden met je moeder? De bal rolt vrolijk verder. Ja. Zie ik. En met je vader? De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging.
Hij is geïnteresseerd in mijn leven toch. Congolo. Chefie. En weet je wat bij Feyenoord Feyenoord is my life op Facebook? Dan zie je Guus Meeuwis met een Feyenoordje. En dan denk ik aan Brabant, want daar is het stil. Willems. Er lacht er toch nog iemand om je opmerking, Dennis. Handen ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Oh, het gaat eigenlijk goed man, dan moet die bal een beetje controle hebben nu. Ik ben zenuwachtig, Flik. Ja man, ik ben niks Moreno. Wat de bal schijnt. Jongen, je moet gewoon denken of dat je tegen mij speelt, want tegen mij speel je altijd goed. Ja, maar ik raak de bal mooi en dan gaat hij fluiten, die scheids. Ik snap het al. Maar ik weet niet welke hoek. Oh, dat is vies wat hij nu daar is. Het ruimt twee op 10 minuten. En hij gaat erin. What the fuck is dat voor doelpunt? Wat? Oh, 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 dit is verschrikkelijk. Een eigen doelpunt. Wat een lucky doelpunt. We gaan nog eens kijken naar de. Lucky, hè? Ik zie mijn verdedigers reten, maar keep his hand en vier daarna naar het hoekje. Wauw. Nee, vlaar. Een eigen doelpunt is toch wel een nachtmerrie voor een voetballer. Zo, kijk nou, tegen twee aan, ook tegen meer. Hop, hop. Gaat de scheidsrechter hier beslissen? Ook fluiten dan, hè. Dan gaan we nu met serieus een hart spelen op TV nu. Ik kan echt niet verliezen hoor, ik ben gek of zo. Ook Elroy. Even mooi in die pot. Dieven, kop hem erin, Vilena. Net niet, hè, maatje. Wie pakt die bal? Ja, ja hoor! Oh! De keeper heeft hem. Ik ben niet klaar, wat ze met die corner kunnen. Die tackle is correct, prima gedaan. Mitch, wil je mee vanavond met een toernooitje? Valer. Nee, man. Hey, nou, wat doet hij nou, jongen, die klote vlaai? Hij gaat er gewoon lekker uit, zo. Zo, wat een mooi paard. Lekker, zit het dan. Nog gewoon eens op hem bedoeld, maar was op Freddy bedoeld, maar oké. Okay. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging. Snel, Freddy. Ja man. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze bal ook niets uit. En neemt de bal mee 90. Richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Oh, mooi verdedigd. Nee, fluit hij nou af? Wat een homo. Ik zou... Oh, die hakker in moeten schieten. Oh, fuck, fuck, fuck. En Matt, hoe kan je je naam veranderen in NEC Nijmegen? Je hebt als je R3 drukt, kan je naam veranderen. Ik kan het maar voor één keer. Weet ik veel, ik kan een paar keer volgens mij om mijn level. Deze speler ook niet echt bepaald een hart onder riem. Hij mag blij zijn dat deze wedstrijd erop zit voor hem. Loep, zuivere paas, komt goed aan. Guardado. Hector Moreno. Hij gaat me hier wegspelen, ik voel het. Ze zijn geduldig op zoek naar hij de vrije kan man. Het binnen, maar als ik wil, dus... Die pakt die bal op. Ja, hij gaat nu op bal bezit spelen. Leeg gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Ja, maar kijk, dan doe ik dit toch? Ga ik er overheen. De bal gaat breed. Je bent echt dat dat is vies. Dat goeie dekkel, ja. Maar de bal gaat over. Jij bent echt dom dat je man niet erin hebt gezet voor Jurgensen. Jurgensen is per scheet, man. Jongen, je moet toch nog een schietje doen met Jurgensen. Jongen, jij speelt echt een down opstelling. Koppel, schieten. En wat voor opstelling speel je ook weer? 3-3-3. Dat is echt een kut opstelling. Je moet met twee buitenspelers spelen. Dat is 4-3-3. Nee, maar ik bedoel gewoon met twee spitsen en met twee buitenspelers moet je spelen. Dat vind ik juist kut, 4-4-2. Nee, 4 verdedigers. 1 CVM, dan een CAM, en dan 2, en dan een LM, RM, en 2 spitsen. Guardado. Ja, dat is 4-4-2 aanvallend. Ja. Elvis Malou. Goede aanval. Dat vind ik helemaal kut, 4-4-2 aanvallend.
Heel gaaf achter. Het is geen 4, wacht, ik zal het opzoeken. Ja, ik weet welke opstelling je bedoelt, daar heb ik mee gespeeld. Maar dat is niet goed, hè. Want je hebt geen goede CDM's in de Eredivisie. Echt wel, Cordado. Dat is een CM. Ja, weet ik, maar die kan je ook goed gebruiken als CDM. Dat is juist een CDM. En die speelt bij PSV, speelt die ook als CDM. Nee, nee, weet je, ik bedoel 4-1-2-1-2. Ik weet wat ik bedoel. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Is dat er gelijk? Ja! Het kan weer alle kanten op. Lekker match. Fucking hell, zit maar moe. Lekker man. Lara! Oh, dude. Oh, man. Ik heb het warm, dat is een spanning. Pak hem, pak hem. Netjes vermoord, hou binnen. Oh, ik heb, maar als ik FIFA speel, heb ik altijd, heb ik het altijd koud van de spanning. Wat is dat nou? Sta ik serieus achter zo'n fucking doelpunt? Wat heb je alweer teruggekoord? Mooi doelpunt hoor. Zo. Schiet helemaal goed in. Ja, met je moet, jongen. Ik ga andere opstelling spelen. 3-5-2 moet je spelen. Nee, ik blijf voor mijn opstelling spelen. Als ik dat ga doen binnen de wedstrijd, gaat alles juist mis bij mij. Jongen, je moet toch alles of niet spelen? Laat, ik bedoel... Alles of niet. Ja. Ik ga nu alles naar voren zetten, klaar. Ik heb alles naar voren geschoven. Ik heb aangepaste opstelling nu. Oké. Ga je elke... Ga je Elro nu een poepje laten ruiken? Ik hoop het man, anders is het klaar toch? Hij heeft verloren, is fucked up. Ja, dan kan ik van de week even tegen Heerenveen even een mooie uitslag neerzetten. Wat wel gaat gebeuren. Ja, dat is echt normaal nou niet. Dat is maken. Weet je wat, je vriendin is soms vervelend. Ja, nee, ze is boos omdat ik zit te gamen. Dus je is ook geen FIFA spelen. Dus je is ook geen FIFA spelen. Ze kan FIFA spelen. Ja, het leek een beetje een kwammerbal leven. Of is het gewoon saai, denk ik? Nee, ze kan echt FIFA spelen. Ze kan het goed ook, maar... Ik vind het niet leuk om daarnaar te kijken. Oh. Ze vinden alleen de auto's mooi op GTA. Mijn auto. Haar auto. Niks van haar zeg. Niks is voor jou, kanker, hè? Ik ben er Elro heeft dus twee keer een hele pauze nodig om Filena te wisselen voor Haller. What the fuck? Ja, het opstelling is zo veranderd. Hij heeft om 5 verdedigers. Maar levert geen balbezit op helaas. Kanker op man, echt waar. Ik ga de controlebalk niet te veel gooien. Nee, tiefopje, mag hem maar niet spelen voor mij. Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Wel, gaan jullie beginnen zo gisteravond aan. Ja, terwijl het nu zijn bij mij, dus ik schop gewoon met de deur in de kou. Of je nou je korte broekje ligt of niet, interesseert mij niks. Ja, en dan? Wat ga je zeggen? Ga maar hoor, als je witte schurf ook heen wil. Ja, hij heeft schurf, als hij op zijn armen krap komt, dan witte poeder van zijn armen. Nee. Ja, iemand bij mij uit de straat, je hebt schurf. Nee joh. Als je op je arm krap, komt er witte poeder af. Ouwe, geef je daar nou echt een vrije trap voor, het slaat nergens op, gewoon een schouderduwtje. Doet je ook naar die Twitch kijken thuis? Nee, handen, kijk niet. Of niet?
Dus BMW Gaming. Ga ik nu tegen Loekie. Vrije trap toegekend. Of niet? Hij is een winnaar, Sjaak. Oh, dat is voor de competitie. Hij neemt de bal mee richting ja. Het doel. Gaat hij voor eigen succes? Hij kan de bal voor het doel gooien en dat doet hij ook. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. BMW Gaming. 70e minuut. Nee, de 70e minuut. Ga kijken. BMW Gaming. Ja, op Twitch nou, Twitch. Twitch. Oh, Twitch. En op die schijf. Oh. Wat is er nou? De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Knap verover de bal daar op het middenveld. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd en dat zie je ook terug in dit overzicht. Ja, ongeveer evenveel balbezit even. De bal gaat uit, inworp. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Verdedigd door een slijding. We hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over. Het publiek stelt zich echt op als een 12e man momenteel, Juri. Ze geloven er nog in, Evert. Maar ja, geldt dat voor de spelers op het veld ook? Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Elvis Manu. Dat balbezit duurde wel erg kort. Linke plek ook om de bal kwijt te raken. Knap ingegrepen inborg. Traoré. Maakt zich wellicht al op voor een schot. En nu uithalen. Die speler met de verdedigde zappen en slaagt er bijna in om een schitterende actie af te ronden. Zonder dat hij er niet in gaat. Ja, de verdedigers worden er trouwens helemaal pure muur schoon. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Genoeg spelers voor de goal. Belangrijke hoekschop. Dat weet de keeper ook. Klaar! Dapper verdedigd. We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Juri. Het thuispubliek is blij dat er nog wat veel tijd bij komt. Ze geloven nog in de gelijkmaker en stiekem hopen ze misschien op nog wel meer. Elvis Manu. De scheidsrechter fluit nog voor een overtreding. Dat is geel. Willems, dit kan dé kans worden om nog op gelijke hoogte te komen. Goeie slijding, de scheidsrechter. Einde wedstrijd, stand 2-1.